Het lied Gij die de ster van David zijt. Een heel diepzinnige tekst. Elk woord is raak en vraagt eigenlijk om toelichting. Het is van lieddichter Willem Barnard, die het schreef op een heel rustige, verstilde melodie uit de 17e eeuw uit Leipzig. O Jezu Christ, mijn levenslicht. De tekst zit vol van Bijbelse verwijzingen, de ster van David, de zin der schriften, wijzen en dwazen en de stad Jeruzalem. Als onderschrift staat er bij het lied in het liedboek van de zoon der wet die in de dingen des vaders wou zijn. Van de zoon der wet die in de dingen des vaders wou zijn. Een intrigerende zin die bijna een mini-preekje bevat met een hoog theologisch gehalte. Maar het onderschrift wordt duidelijker als je bedenkt dat bij dit lied inspiratie werd gevonden in het Lucas-evangelie, het kerstevangelie, Lucas 2. En daarvan dan weer niet het geboorteverhaal en de herdertjes, maar de laatste verzen van Lucas 2. De versen 42 tot en met 52, voor wie het nog eens na wil lezen. Het is het bekende verhaal van de 12-jarige Jezus in de tempel, die als kind der wet in het huis zijns vaders wil zijn. En die dus in de tempel naar de wetsleraren luistert en hen hele kritische goede vragen stelt. En die helemaal vergeet dat zijn ouders eigenlijk niet weten waar hij is. Als ze dodelijk ongerust naar hem op zoek gaan, dan vinden ze hem na 3 dagen in die tempel. Wisten jullie dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Het is natuurlijk een bijzonder verhaal van die 12-jarige Jezus. Alleen bij Lucas is het te vinden. Het functioneert bij hem als een soort overgangsverhaal tussen de geboorte van Jezus en Jezus' volwassenheid. Goed dat Lucas dat zo doet, als ik dat zo mag zeggen. We mogen genieten van het wonder van Jezus' geboorte, maar er is wel een vervolg met hoogte en met dieptepunten. Ook dat vervolg zal zich voor een deel in Jeruzalem afspelen met fatale afloop. Nee, zegt Lucas, we gaan het geboortefeest nu echt niet bederven, maar hoorder, lezer, bereid je wel voor op wat er verder nog komen gaat. Ik, Lucas, werp in dit verhaal van de 12-jarige al een korte blik vooruit. De tekst van het lied eindigt met: O Zoon van God, ons aller hoofd, gelijk een kind hebt gij geloofd en als een minnaar lief gehad, Jeruzalem, uw moederstad. Geloven als een kind, misschien gaat het juist daar wel om met kerst. Kun je nog, of kun je weer geloven als een kind? Kun je het kind in jezelf weer tevoorschijn roepen? Kun je je openen voor het wonder, je erop verheugen, zoals een kind zich verheugt op ieder feest? Maar nu dan niet vanwege de cadeautjes, maar omdat één iemand hier zich in het duister heeft gewaagd en naar de rechte weg gevraagd. Thank you.